Hoi iedereen, opnieuw met Finke van de Beweegcoach in Hoogstraten. Vandaag gaan we een full body workout doen. Wat wil dat zeggen? We gaan alle extremiteiten van ons lichaam aanspreken. We gaan de core aanspreken. Kortom, heel ons lichaam. We beginnen met burpees. Wat zijn burpees? Bij burpees ga je eerst in een pomphouding staan. Ik doe voor. Vervolgens ga je je benen naar binnen toe trekken. Op deze manier. En dan ga je een opwaartse sprong maken. Zoals dit. Hop. Heel goed. Die beweging herhalen we 10 keer. Van deze positie ga je dus terug door je benen zakken. Handen plaatsen. Benen naar achter. Probeer te vermijden dat je helemaal doorzakt bij het springen. Ik wil dus een stevige core. Wat wil dat zeggen? Buikspieren zijn aangespannen. Benen zijn aangespannen. Billen zijn aangespannen. Kortom, volledige spanning. Iedereen klaar voor? Zet je klaar? We gaan beginnen. En 1. Hop. Probeer er dus op te letten dat je niet te ver naar voren springt. Oké. Klaar voor de tweede. We gaan ineens door naar beneden. 3. 4. En 5. Heel goed. We gaan over naar de volgende oefening. Voor de volgende oefening kan je iets van gewicht nemen. Bijvoorbeeld gewichtjes van rond de 2 kilo, een pak suiker, een pak melk. Probeer zeker te zien dat het gewicht aan beide kanten evenveel is. We plaatsen onze voeten recht naar voren. De gewichtjes ter hoogte van onze schouders, op deze manier. En dan gaan we een squatbeweging maken. Wat was die squatbeweging nu weer? Ja, zitten op een stoel die er niet is. Naar rechter toe. Dan gaan we opwaarts komen en gaan we de gewichtjes uitduwen. Heel belangrijk, probeer niet helemaal te gaan overstrekken. Nee. Buikspieren zijn goed aangespannen. Om alles van jouw lichaam te beschermen. Oké, we zetten ons klaar. Voeten naar voren toe. Gewichtjes in de schouders. En we gaan eraan beginnen. 1, 2, 3, 4, 5. Blijf die buikspieren aanspannen. 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, heel goed gedaan. We leggen die gewichtjes terug aan de kant. Zie altijd dat ze veilig weg liggen, zodat je geen pijn kan doen. Oké. Volgende oefening, jumping jacks. Je kent ze misschien wel, als kind heb je ze ongetwijfeld gedaan. Wat wil dit zeggen? We gaan springen, armen naar boven, benen open, armen terug dicht. Bij deze oefening is het ook heel belangrijk dat je goed let op je voeten. Recht naar voren, knieën mogen lichtjes gebogen zijn, buikspieren zijn aangespannen. Klaar voor, we vliegen erin. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Heel goed. We gaan over naar de plank. Die kennen jullie ongetwijfeld ook allemaal. Met de plank is het belangrijk dat je je ellebogen onder je schouders plaatst. Handen plaatsen plat op de grond. Je trekt eerst het ene been uit. Vervolgens plaats je je andere been bij. Iedereen klaar voor? En go. Oké. Ik tel af. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Alles blijven aanspannen, buikspieren zijn aangespannen. 8, 7, 6, 5. Blijven ademen. 4, 3, 2, 1. 1. Oké. En rust. Heel goed gedaan. Hebben jullie nog wat energie over? We gaan door naar de volgende oefening. Oké. Bij deze oefening mag je opnieuw op je ellebogen steunen. Plaatsen de voeten in 90 graden. En we gaan afwisselend een been uitstrekken. Tot bijna tegen de grond. En terug. Ook hier. Buikspieren goed aanspannen.
rustige bewegingen, dat je niet op je rug gaat trekken. Hou het allemaal stevig. Klaar voor? We beginnen met onze rechterbeen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, we zijn halfweg. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Oké, dus we gaan ineens door naar de volgende oefening. Deze oefening noemen we ook wel de Superman, want we gaan vliegen. Belangrijk bij deze oefening is dat je je handen onder je schouders plaatst. Buikspieren zijn aangespannen, zodat we geen doorgezakte rug hebben. We blijven mooi stevig staan. En vervolgens ga je beginnen met je linkerarm en je rechterbeen uit te strekken. We doen dit gecontroleerd. Het been blijft in het verlengde van het lichaam, dus niet op deze manier, maar proberen alles in het verlengde te houden. Oké. Wie kan, mag ook zeker bij het terugkomen met de elleboog de knie tikken. Een extra moeilijkheid. Oké. We gaan niet afwisselend werken om te vermijden dat het qua coördinatie moeilijk wordt. Klaar voor? Buikspieren zijn aangespannen, hoofd naar beneden gericht. We beginnen als de linkerarm, rechterbeen. En go. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Kom even tot rust. Plaats je handen opnieuw stevig, knieën stevig. Nu gaan we onze rechterarm en ons linkerbeen gebruiken. Buikspieren blijven aangespannen en ook niet vergeten te ademen. Klaar voor. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Heel goed. We gaan over naar de volgende oefening. We gaan de bergen beklimmen. Met andere woorden, mountain climbers. Voor deze oefening ga je opnieuw in pophouding staan en ga je afwisselend een knie naar de muur toe bewegen. Belangrijk hier is dat die buikspieren goed aangespannen blijven en dat je armen recht op je schouders. We willen blessures vermijden, dus we gaan daar zeker op letten. Plaatsen de handen. Plaatsen vervolgens de eerste been, volgend door je tweede been. Iedereen klaar? We beginnen met ons linkerbeen. En go. 1, 2, 3, 4, 5. Blijf ademen. 6, 7, 8, 9 en 10. In rust. Heel goed. We gaan ook nog een kleine variatie doen op deze oefening. Wie kan, mag zeker meedoen. Wie dit moeilijk vindt, mag gewoon de rechte versie blijven. We gaan opnieuw in pomphouding staan, maar in plaats van dat we naar onder toe gaan bewegen, gaan we zijwaarts bewegen. Ook hier afwisselend linker, rechterbeen, in totaal 10 herhalingen. Klaar voor? We zetten ons klaar. Buikspieren zijn aangespannen. We beginnen met het linkerbeen. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Heel goed gedaan. Dan komen we bij de laatste oefening van vandaag. Laatste oefening, de zijwaartse plank. Hier plaats je je elleboog recht onder je schouders. Heel belangrijk. Arm mag de steun
plat op de grond. En je mag je opduwen met je andere arm. Oké. Voor wie dit moeilijk is, mag zijn onderste been plooien. Zo verklein je de hefboom en is het iets gemakkelijker. Wie dit wel kan, mag benen volledig gestrekt houden. Oké. Klaar voor? We bewegen ons opwaarts. Wie kan, mag ook zijn arm op zijn zij plaatsen. Oké. Buikspieren blijven aangespannen. Blijven ademen. Ik tel af. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Heel goed. We wisselen van kant. Plaatsen. Arm. Elleboog. Recht onder de schouder. Je mag je dadelijk mee opduwen met je vrije hand. Benen gestrekt ofwel onderste been geplooid zodat de knie dadelijk mee steunt. Oké. We gaan ons opheffen in 3, 2, 1. Arm op de zij. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Top gedaan. Oké. We hebben al goed wat krachtoefeningen gedaan. Ook de stretching daarna is zeker zo belangrijk om alle spieren terug tot rust te brengen. We beginnen met onze quadriceps. Ik toon even hoe je dit kan doen. Heb je last met je evenwicht, kan je even een steunpunt zoeken, zodat je zeker niet omvalt. Wat gaan we doen? Span eerst en vooral je buikspieren even aan. En dan neem je je been vast aan je voet. Wie kan, mag zijn heup goed naar voren duwen en dan voel je de rekking in je quadriceps. We houden dit ongeveer 20 tellen aan. Wisselen van kant. Vervolgens gaan we ook de achterste deel van onze extremiteiten stretchen. Hoe gaan we dat doen? Je gaat op heupbreed staan met je voeten. Voeten zoals altijd recht naar voren. We maken ons groot en we laten ons naar beneden toe hangen. En dan voel je aan de kuiten en de hamstrings een stretching opgeven. Vervolgens mag je gaan neerzitten. Zet je goed recht en dan plaats je je rechterbeen over je linker. Vervolgens neem je je linkerarm, plaats je het aan de buitenkant van je been en ga je dat been richting de deur toe trekken. En dan voel je hier een stretching op. Wisselen van kant, dus we plaatsen het linkerbeen over onze rechterbeen. Nemen onze rechterarm aan de buitenkant van de knie en we duwen de knie naar binnen. Oké.
aanzien. Ontspan rustig. Zet je gemakkelijk in kleermaker zit of met de voeten vooruit. Het belangrijkste is dat je mooi recht gaat zitten. En we gaan ook nu de olifanten stretchen. Hoe zit die dat in elkaar? Arm voor je plaatsen. En zoals een olifant ga je je arm rond de gestrekte arm haken. En we trekken de arm zijwaarts. Dan voel je hier achteraan het schouderblad en stretch je optreden. Wisselen van kant. Arm voorwaarts trekken, andere arm rondhaken en zijwaarts trekken. Probeer die schouder ook altijd laag te houden. Dus niet helemaal optrekken, laag houden. Oké, draai die schouders nog eens goed rond, 5 maal naar achter en 5 maal naar voor. Oké, top gedaan. Tot de volgende keer.